Alles is vervangbaar. Vers brood door diepvriespizza. Sporten door een home trainer. Een voorstelling door een film op je laptop. Je hoeft je voordeur niet meer uit. We werken vanuit thuis. Ik heb mij nog nooit zo veilig gevoeld. Dat contact met die mensen waar ik niet voor kies, die ik niet ken, ik vind het vies. Dus ik vervang de dingen. Het restaurant wordt een goed gevulde koelkast. Mijn vrienden worden Skype. Zo kies ik zelf wat bij me binnenkomt. En snap ik eindelijk waarom ik mijn stemrecht serieus had moeten nemen. Wat ik niet wil, dat klik ik weg. So simple as that. Mijn wereld is mijn eigen wil. En als ik me verveel, dan vinger ik een beetje. Val ik in slaap en droom ik. Over een grote, boze wereld die ik niet controleer. Die hoe vaak ik ook probeer te klikken op het kruisje in de rechterbovenhoek, alleen maar meer en meer bij me binnenkomt. Zoals jij ook bij me binnen kon komen, steeds dichter. Dus heb ik je de deur uitgezet. En die 3 keer in het slot gedraaid. Ja, ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld. Met op mijn schoot niet jij, maar mijn laptop. En in mijn hoofd niets anders dan zelfbevestiging.